Goedenavond. We hebben een nieuwe Belgische wereldkampioen in het wielrennen. Remco Evenepoel mag een jaar lang de regenboogtrui dragen. Wereldkampioen, gewoon niet te doen. Ongelooflijk. Leuk, San Sebastian in de Vuelta zelf. En dan deze nog eens bij. Dus ik denk gewoon niet dat ik ooit nog een seizoen zoals deze kan hebben. Er is ook een septemberverklaring, dus we hebben nu eenmaal een plicht te vervullen. Gaat dat lukken? Dat is alles de bedoeling. Hè. De Vlaamse regering is nog altijd aan het onderhandelen over energiemaatregelen en de begroting. Minister Hilde Krivits, die gisteravond onwel werd, zit niet aan tafel. De instellingen voor gehandicapten vragen meer geld. De situatie voor hen wordt onhoudbaar door de stijgende energieprijzen. Als het heel koud is, dan voel ik dat wel van, oei, nu ga ik moeten een extra trui aan doen, omdat wij ook stil zitten. Jullie kunnen rondlopen om jullie al wat warmer te krijgen. En in Italië zijn de verkiezingen aan de gang. De radicaal-rechtse kandidaten Giorgia Meloni maakt veel kans om die te winnen. Welkom, een groots nummer, fenomenaal, buitenaards. Ja, zelfs superlatieven kunnen niet helemaal verwoorden wat Remco Evenepoel heeft gepresteerd. Ons land heeft met de jonge topsporter uit Schepdaal opnieuw een wereldkampioen in het wegwielrennen. Na een sterke wedstrijd mocht Evenepoel in het Australische Wollongong de regenboogtrui aantrekken. Ja, de kersverse wereldkampioen is uiteraard heel blij. Na winst in Luik, Bastenaken-Luik, San Sebastian en de Ronde van Spanje is de regenboogtrui de kers op de taart. Een bekroning van een heel straf seizoen. Remco Evenepoel, is dit jouw manier om 10 miljoen Belgen gelukkig te maken? Als ze nu niet gelukkig zijn, dan weet ik het niet meer. Het is vooral... Het is niet per se voor anderen, maar gewoon voor mezelf en voor de ploeg. Ik denk dat we als land België vandaag echt een supergoeie koers hebben. Ik denk dat het niet beter kon en dan het zo afmaken is een droom. Hè. Wereldkampioen, Ronde van Spanje gewonnen. Kan het nog beter? Nee, ik denk... Al mijn doelen die ik vooraf gesteld had, exclusief het WK, omdat ik dat gewoon niet wist hoe ik daar nog ging zijn na de Vuelta, heb ik behaald. Dat was leuk, San Sebastian en de Vuelta zelf. En dan deze nog eens bij, dus... Ik denk gewoon niet dat ik ooit nog een seizoen zoals deze kan hebben. Representing Belgium, Remco Evenepoel! Remco Evenepoel is wereldkampioen. De tranen komen, de vuisten worden gebald. Hij heeft die eerste regenboogtrui te pakken. Tranen van geluk ook bij de vader van Remco Evenepoel. Samen met supporters hebben de ouders van Evenepoel het WK wielrennen op grootscherm gevolgd aan zijn supporterscafé in thuisbasis Schepdaal. Het begon vanmorgen vroeg, eerder bescheiden met een kleine groep, maar na de wedstrijd barstte het supportersfeest los met steeds meer volk. Een verslag van een bij momenten heel druk wielerfeest. De ontlading is groot bij zijn ouders, zijn vriendin en de 200 supporters die de wedstrijd op groot scherm hebben gevolgd. Remco Evenepoel is wereldkampioen. Wat een jaar. Onvergetelijk, onvoorstelbaar.
ja, dat hij dit nog allemaal in zijn marge had. Na die jetlag, na die Vuelta. Ja, gewoon top. Geen woorden voor. Wij hadden Remco toch eens echt geloof erin. Na je goede Vuelta, je hebt een week ja, niet zeggen kunnen rusten. Maar hij moest erin geloven. Het feest barst los aan het supporterscafé van Remco in Schepdaal. Nog maar eens, tijdens de Vuelta stonden ze hier ook. Dit is de bevestiging van wat, tot wat hij in staat is. Dus ja, is wel de mooiste. Tot nu toe, maar er gaan er nog meerdere komen. Hè. De wereldkampioen. Had je het verwacht? Maar gehoopt, hè. Gehoopt, maar hij staat sterk. Hè. Top, top, top. Remco, klasse, klasse, klasse. Alles begon vanmorgen heel vroeg, wanneer de eerste supporters Remco al kwamen aanmoedigen. Het zijn de eerste pintjes van de dag. We zijn gisteren rustig gehouden om vandaag vroeg te beginnen. Dus ja. Het is wel nog vroeg, hè? Ja, maar als je even wakker bent, dan lukt dat. Hoogtepunt van het feest is zeker dit moment na de wedstrijd, waarop Remco even met het thuisfront belt. Groot is het verlangen om hem terug te zien? Ja, heel groot. Zal hem kunnen vastpakken? Natuurlijk. En ook eens zonder masker. En ook eens covid-vrij. Dus ja, daar kijken we dinsdag naar uit. Maar eerst toch nog even feest vieren vandaag. De echte supporters die zijn ook van plan om er een lang feest van te maken. Met de ouders van Remco Evenepoel toch ook wel als gangmakers van dit feest. Ik denk dat er een paar van ons nog morgen verlof gaan aanvragen. Dat is een feit. Want dit is een uniek moment. Ja. Tja, het tweede in zo'n korte tijd eigenlijk. Hè. Zo moeten wij maar blijven feesten. We hebben daar helemaal niks op tegen. En straks in Sportweekend bij Ruben nog veel meer over het WK wielrennen met ook reacties van de andere Belgen en ook van vroegere Belgische wereldkampioenen zoals Tom Boonen en Eddy Merckx. En dan het andere nieuws. Er is een vierde verdachte opgepakt in het onderzoek naar de ontvoeringspoging van minister van Justitie van Quickenborne. Afgelopen week werd aan de woning van de minister een wagen met Nederlandse nummerplaat aangetroffen. En daarin lagen onder meer wapens en twee flessen benzine. De politie had meteen vier verdachten in het vizier en daarvan konden er al snel drie personen worden opgepakt. En vandaag is dan ook de vierde verdachte geklist. De ontvoeringsplannen worden gelinkt aan het drugsmilieu. De ministers van de Vlaamse regering zijn opnieuw aan het vergaderen over de Vlaamse begroting, maar deze keer dus zonder CD&V-vice-minister-president Hilde Krivits, want zij werd gisteravond onwel en moest naar het ziekenhuis worden gebracht, waarna de gesprekken ook werden stopgezet. Intussen heeft minister Krivits zelf gereageerd via sociale media. Het leven verloopt niet altijd zoals je het zelf wil. Gisteravond ben ik onwel geworden tijdens de begrotingsonderhandelingen. Het was heel erg schrikken en ook een slechte timing, maar het komt terug goed. Na enkele dagen gedwongen rust, zo schrijft ze op haar Facebookpagina. Een grote dankjewel aan de spoedartsen en verplegers voor de directe zorgen en ook aan de collega's die me heel erg steunden en die nu met veel engagement de onderhandelingen verder zetten. Zo voegt de minister er nog aan toe. En haar collega-ministers zitten nu dus ook opnieuw aan tafel. Ja, dat was natuurlijk erg schrikken. Hè. Je bent aan het vergaderen, aan het werken en dan wordt een van je collega's onwel. Ik hoor natuurlijk dat het ondertussen met haar al beter gaat. En wij wensen natuurlijk het allerbeste en zal ook wel een van de volgende dagen terug aansluiten. Ik denk dat we in de eerste plaats bezorgd zijn om de gezondheid van Hilde zelf als collega en als mens. En verder ja, dan proberen we ons te organiseren met dat als eerste prioriteit. Ja, het was schrikken voor de collega-ministers Rob Heerbout. De Vlaamse regering vergadert sinds 2 uur vanmiddag zonder CD&V-zwaargewicht. Hilde Krivits, maar hoe lossen ze dat op? Wie vervangt haar nu? Wel, het zijn de twee andere CD&V-ministers in de Vlaamse regering die haar vervangen. Jo Broens, minister van Landbouw en Economie, en Benjamin Dalle, minister van Jeugd en Media. Beiden zijn hier binnengegaan buiten het bereik van de camera's. Maar zij vervangen haar dus tijdens die onderhandelingen over de begroting. En zij kunnen haar natuurlijk ook om raad vragen, want ze blijft bij haar thuis bereikbaar om bij te springen bij die onderhandelingen. Ja, sinds deze namiddag zitten ze opnieuw samen. Vang je iets op? Hoe verlopen de gesprekken?
Blijkbaar verloopt het toch erg moeizaam. Elke partij, elke regeringspartij, Open VLD, N-VA en CD&V, verdedigt hun standpunt. De standpunten die ze de voorbije dagen ook al bekend hebben gemaakt. CD&V vindt bijvoorbeeld dat gezinnen en bedrijven moeten geholpen worden om die stijgende energiekosten te kunnen betalen. En CD&V denkt daar bijvoorbeeld aan een hogere verhoging van het kindergeld. N-VA en Open VLD zien dan weer meer heil in de verhoging van de jobbonus. Dat is een soort korting die kan, of een premie die kan oplopen tot €600 voor mensen die minder dan €2.500 bruto verdienen. Bart Somers van Open VLD heeft dat standpunt hier bij het begin van de vergadering nog eens verdedigd. Het is denk ik een heel belangrijk instrument als een lastenverlaging voor mensen die werken met een bescheiden inkomen. En ik denk dat we vooral naar die mensen moeten kijken, naar de middenklasse. En dan nog dat deel van de middenklasse dat vandaag het moeilijkste heeft. Mensen met een bescheiden inkomen, een bruto belastbaar inkomen van €2.500, €2.700, €2.900. Dat zijn mensen die het vandaag echt heel moeilijk hebben om die energiecrisis door te komen. Ik hoorde je zeggen dat de gesprekken moeizaam verlopen. De klok tikt intussen, want morgenmiddag om 14:00 dan zal Vlaams minister-president Jan Bon die begroting en die energiemaatregelen toelichten in zijn zogenoemde septemberverklaring in het Vlaams parlement. Maar ja, Rob, is dat haalbaar? Het blijft al sinds de bedoeling dat morgen die septemberverklaring kan doorgaan. Men moet dus blijven onderhandelen. Maar natuurlijk, alles kost geld. Alle maatregelen kosten geld. Ook, er zijn vragen om meer plaatsen te voorzien in de kinderopvang. Er zijn vragen over meer geld voor onderwijs, meer geld voor de gehandicaptensector. Dus de vraag zal zijn hoeveel geld in totaal wil de Vlaamse regering voor al die maatregelen vrijmaken. Om in wielertermen te blijven, ja, de koers is bezig, maar de finale is nog lang niet in zicht. Oké, heel goed. Dankjewel, Rob. De gehandicaptenzorg vraagt dat de Vlaamse regering in haar septemberverklaring alvast komaf maakt met een jarenlange blokkering van de werkingsmiddelen. Bij de huidige stijgende energiekosten is dat volgens de sector ook onhoudbaar. Daarnaast moet de federale overheid de 20.000 gehandicapten in Vlaamse instellingen ook eens eindelijk toegang geven tot het sociaal tarief en de lagere btw op energie. Want precies deze mensen kunnen vaak het minst besparen op energie, zeker bij een fysieke beperking. Kevin kijkt tv op zijn kamer in Dominique Savio. Wij vinden het meer dan warm genoeg. Maar hij houdt zijn handen ook nog eens zorgvuldig onder een speciale koepel. Dat is eigenlijk om je handen warm te houden. Want als ik koude handen heb en ik moeite om te reden. Ja, daarom is die hand warm. En hij is geen uitzondering. Ook voor Sophie is het moeilijk om energie te besparen door naar 19 graden te gaan, zoals de overheid vraagt. Als het heel koud is, voel ik dat wel van, oei, nu ga ik moeten een extra trui aan doen, omdat wij ook stil zitten. Jullie kunnen rondlopen om jullie al wat warmer te krijgen. De basistemperatuur bij de bewoners de voorbije winters was 25 graden. Nu gaan we dus uittesten met een temperatuur van 22 graden. Dit in combinatie met extra warme kledij. In de hoop dat dat zal volstaan. Maar 22 graden op zich is energetisch al een behoorlijke uitdaging om dat betaald te krijgen. En de energierekening is des te hoger omdat deze gehandicapten, ook al leven ze van een kleine uitkering, geen recht hebben op steun. Zij krijgen, doordat ze in een collectieve instelling wonen, geen 6% btw, maar 21% btw. Zij krijgen de tegemoetkoming, de €100 van vorig jaar, de €200 van dit jaar, krijgen zij niet. En zij hebben geen recht op sociaal tarief. Er is al bespaard. Minder uitstappen met de busjes, het zwembad is dicht. De school verhoogt voorlopig zijn facturen aan de ouders niet, maar de volwassenenafdeling kan bijna niet anders, want de subsidies zijn al 10 jaar geblokkeerd. Die werkingsmiddelen zijn al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd en daarbovenop zijn nog besparingen gekomen. Dus waar we 10 jaar geleden €100 hadden, zouden we op vandaag volgens de index €130 moeten hebben en hebben we ongeveer €90. We gaan een aantal dingen verhogen qua prijzen, dagprijs en nog een aantal, om dat toch wel een beetje te kunnen dekken. Maar ja, inderdaad, dat is niet simpel. Premier Alexander De Croo wil niet dat Europa de deur openzet voor Russen die in hun land de militaire mobilisatie willen ontvluchten. De Russen staan bijvoorbeeld hier aan te schuiven aan de grens met Finland. En gisteren had Europees president Charles Michel nog gezegd dat Europa die Russen moet opvangen.
Maar landen zoals Tsjechië en de Baltische Staten zien dat niet zitten en nu dus ook ons land niet. Ik denk dat het niet de bedoeling kan zijn om in Europa nu te gaan zeggen, ja, alle Russen die dienstweigeraars zijn of die het niet eens zijn met het regime in Rusland, ja, we gaan daar de deur voor openzetten en kom allemaal naar Europa. Vandaag keert België bijna geen visa uit aan Russen. En voorlopig wil ik dat graag zo houden. Nu, de komende dagen overleggen de Europese landen over een gezamenlijk standpunt. Maar intussen wordt het aantal Russen dat hun land wil ontvluchten er niet kleiner op. Ook vandaag werd weer op verschillende plaatsen in Rusland geprotesteerd tegen de gedeeltelijke mobilisatie. De grensovergang tussen Rusland en Georgië in de zuidelijke Kaukasus. Honderden Russen proberen hier ook vandaag de grens over te steken. Ze willen de verplichte inlijving in het Russische leger ontlopen. We don't want to work. Yeah, we don't want to participate in this. Gelijkaardige taferelen van grote drukte hier op de grens met Kazachstan in Centraal-Azië. Het protest tegen de gedeeltelijke mobilisatie zwelt intussen verder aan in Rusland. In Dagestan, in een van de armste regio's van het land, komen honderden vrouwen op straat. De politie pakt verschillende betogers op, maar dat laten de vrouwen niet zomaar gebeuren. In de Siberische stad Jakutsk omsingelen vrouwelijke betogers dan weer de oproerpolitie met een ronde dans. Eindigen doen we in de hoofdstad Moskou. Een vrouw die tijdens een betoging een interview geeft aan de Nederlandse collega's van NOS, wordt zomaar opgepakt door de oproerpolitie. All'aspettativa di speranza che ci sia un governo che faccia effettivamente qualcosa per modernare e cambiare questo paese. Aspettative realistiche che non cambi niente. Deze Italiaanse kijkt niet meteen hoopvol naar de toekomst van haar land. Over die toekomst, een nieuw parlement en dus ook een nieuwe regering, mogen de Italianen vandaag hun stem uitbrengen. En het zou wel eens een radicaal rechtse regering kunnen worden. Want in de peilingen ligt deze Giorgia Meloni op kop. Boegbeeld van de radicaal rechtse partij Fratelli d'Italia. Zij gaat pas vanavond stemmen. En zij kan dus premier worden. En dat zou dan waarschijnlijk in een regering zijn samen met de Lega van Matteo Salvini. Die is wel al gaan stemmen en ziet u hier in Milaan. De linkse partijen die komen in verdeelde slagorde op. Hun sterkste kandidaat lijkt deze oud-premier Enrico Letta. En dan is er nog tussen links en rechts de vijfsterrenbeweging van de voormalige premier Giuseppe Conte. En al sinds vanochtend kunnen de Italianen hun stem uitbrengen. Om 11 uur vanavond sluiten de stembureaus pas. En onze ploeg in Rome die ging kijken hoe de stembusgang verloopt. Een stembureau in een buitenwijk van Rome. Het is een druilerige ochtend in de Italiaanse hoofdstad. Italië staat voor een politiek kruispunt met deze vervroegde parlementsverkiezingen. Io non avrei votato, non avrei provocato la crisi di governo, non avrei indetto elezioni in questo momento. Però è il mio diritto dovere di elettrice e l'ho appena compiuto. Noi siamo arrivati, per preoccupazione poca, però per la gioventù certo. È una giornata chiave secondo voi? Speriamo di sì. Fratelli d'Italia, de radicaal-rechtse partij van Giorgia Meloni, leidt in de peilingen. De erg conservatieve kijk van Meloni op bijvoorbeeld de traditionele familie, rechten voor minderheden, migratie, het maakt sommigen in Italië en de EU bezorgd over de uitkomst van deze verkiezingen. Di speranza che i vari sovranisti non vadano dove pensano di poter riuscire ad andare, perché sarebbe un grosso guai. È preoccupato? Sì. Qui si vota democraticamente, io sono andato a votare in modo democratico. Quindi queste preoccupazioni dell'Europa,
che la fa da padrone, in particolare la Francia e la Germania, io credo ancora di farla finita. Sono spaventato dalla cialtroneria e incompetenza di questi signori. È una giornata importantissima, ma tanto non cambierà niente, perché in questo paese non cambia niente. Grazie, arrivederci. Ci proviamo. Willem van Mullum in Rome, jij volgt de verkiezingen voor ons. De stembureaus daar die zijn nog open tot 11 uur vanavond, maar weet je al iets meer? Sijpelt er toch al iets door? Ja, niet heel erg veel, Hanne. Het enige wat we vanmiddag te horen krijgen was de opkomst. Die was om 12 uur rond de 19%, dus bijna 1 op de 5 kiesgerechtigde Italianen. Dat is dezelfde percentage ongeveer zoals in 2018. Er waren toch wel wat zorgen bij analisten en zo dat er een lagere opkomst zou zijn, want dat merken we ook al de hele week. De mensen zijn de politiek hier een beetje beu en ze vrezen toch dat dat ook in de stembusgang zichtbaar zou zijn. Je ziet het achter mij, de avond, de nacht valt over Rome. Nog tot 11 uur moeten we wachten en dan komen die exit polls. Maar enkele van die partijleiders van die rechtse partijen die lieten toch al een klein beetje in hun kaarten kijken vanmiddag en die tonen zich zegenzeker. Zo was er Matteo Salvini van de Radicale Rechtse Lega en die zei vanmiddag ja, we willen de eerste, tweede of derde grootste partij van het land worden en ik sta te popen om opnieuw een regering te vormen. En dan was er ook Silvio Berlusconi. Oh jawel, die doet ook nog altijd mee. Die wordt 86 na deze verkiezingen. En die zei, ik wil straks de regisseur worden van de volgende regering. Dus de rechtse partijen tonen zich toch wel al zegenzeker. Ja, dan is er natuurlijk ook Giorgia Meloni. Mogelijk krijgt Italië voor het eerst een vrouwelijke premier. Willem, misschien kan jij eens vertellen, waarvoor staat zij juist? Als we kijken bijvoorbeeld economisch. Zij wil de minimumpensioenen omhoog. Zij wil de belastingen op werk wil ze omlaag. Maar als het gaat over haar kijk op de Italiaanse samenleving, dan is die bijvoorbeeld wel ultraconservatief. Zij ziet de traditionele Italiaanse familie als de pilaar van de samenleving. En dat betekent dan ook ja, heteroseksuele man, vrouw, vader, moeder met zoveel mogelijk kinderen. Als het gaat over migratie, is haar lijn hard. We waren op een verkiezingsmeeting eerder deze week en daar zei ze, we moeten een zeeblokkade komen op de Middellandse Zee, zodat mensen niet meer die oversteek kunnen maken. En dat kunnen we bespreken bijvoorbeeld met de Libische autoriteiten. Ze zegt, wij zullen bepalen hoeveel mensen er per jaar legaal Italië kunnen binnenkomen. Als het gaat over als het gaat over Europa bijvoorbeeld, is haar lijn toch wel wat gematigder geworden in de afgelopen jaren. Ze pleitte er in 2014 nog voor om uit de euro te stappen. Daar is vandaag geen sprake meer van. Niet uit de EU, niet uit de euro. Ze beseft ook dat Italië Europa en de Europese Unie nodig heeft. Al zet ze die Europese Unie wel altijd weg als dat van de bureaucraten, van de speculanten. Het moet weer over de Italianen gaan. Die recepten die slaan aan, dat hebben we zelf ook gemerkt op die pleinen. Ze heeft uiteraard haar fans, maar wat ik ook voel is dat heel veel mensen voor haar kiezen omdat ze de vernieuwing is. Die andere gezichten die hebben we al allemaal eens geprobeerd, vertelden heel veel Italianen mij. En daarom denken ze, laten we het eens met haar proberen. Het blijven peilingen, nog even wachten, om 11 uur zullen we het weten. En dan zullen we ook zien wie het hier de komende jaren in Italië voor het zeggen krijgt. Oké, inderdaad, we moeten de uitslag afwachten vanavond. Dankjewel, Willem. We begonnen dit journaal met sportgeschiedenis. Remco Evenepoel kroont zich in Australië tot wereldkampioen op de weg. En dat op een bijzonder straffe manier. Superlatieven schieten zelfs tekort. Beelden zeggen vaak, maar zeker nu, zoveel meer dan woorden. Laten we dus nog maar eens meevieren. En dat doet Ruben van Gucht zo dadelijk ook in Sportweekend. Fijne avond, tot ziens. Representing Belgium, Remco!